Lieve vrienden, ik had al gezegd dat ik naar Leontine zou gaan. Nou, daar zit ik dus nou ook, hè? Ja. Hi, schatjes allemaal. Kijk, hoe mooi. Is mooi. Goedemiddag lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag alweer vrijdag 17 september en we leven om 13:50. Ik ga zo met de hondjes uit, ik kan nog even eten geven, ik moet zelf nog even een boodschap wegbrengen. Het moet allemaal gebeuren. Het is een beetje vreemd weer, dan weer mooi weer, maar wel bewolkt. Ja, gauw grijs en toch schijnt de zon er doorheen. Dus ja, daar ben ik wel weer blij mee dat die er ook weer aanwezig is. Hé, hallo. Rika toch. Maar in ieder geval, ik vind één ding zo raar. Er zijn hier op de rijtje maar 2 koopwoningen. Er is een huur. Krijg je een brief binnen om je huis te laten isoleren. Ik ga mijn huis niet laten isoleren door hun, hoor. Nee, dat moet de woningstichting doen. De woningbouw, de woningvereniging, weet ik hoe het heet. Maar het doet er allemaal niet toe. Ik ga gewoon lekker genieten. Ik heb boven de boel aan het opruimen geweest. Gisteren ook al een heleboel opgeruimd, maar er was nog wat blijven liggen. Wat al wel opgevouwen was door Cindy. Maar daar was ik nog niet aan toegekomen. Dat heb ik nou allemaal gedaan. Strijkplank weer in elkaar geklapt. Dus ja, vlinders die kan komen. Ja, helemaal geweldig. En wat ik ook straks wil proberen, dat is naar die nieuwe vriendin. Maar ik ben de naam alweer kwijt. Zij had dat toen zelf voorgesteld. Maar Francine, ik weet het echt niet meer. Ik weet het echt niet meer. Moet ik even kijken. Een oude vlog die ik gisteren in elkaar heb gezet. En het was... Oh jee, de 5e geloof ik. Ja. Daar. Kom op. Ja. Moet die ook wat harder, want dan hoor ik nog niks. Ja, voor de deur. Op een straat. Op een straat. Ja, oké, dat krijgen jullie allemaal toch te horen. Ja, ook dat nog. Ja, ook dat nog allemaal. Ja, nou, ik moet even de naam weten. Kom op. Kom. Omdraai dat ding. Ja? Ja, oké. Leontine heet ze. Daar ga ik even kijken hoe het met haar is. Want zij kan moeilijk hier komen, ze is afhankelijk van een ander die haar brengen wilt of mee wilt komen. Omdat ze zo goed als blind is. Ja, dus dat kan gebeuren. Leontine heet ze dus. Nou ja, daar wil ik even kijken of ze thuis is of een bakje doen. Even teuten. En dan zien we het wel weer. We weten niet of ze er is. Dus dan gaan we dus proberen even te kijken. Ja, en jullie neem ik gewoon sowieso mee. Dus ik zou zeggen, geniet met hetgeen wat je zelf doet, maar geniet zeker ook met ons mee. Lieve vrienden, ik had al gezegd dat ik naar Leontine zou gaan. Nou, daar zit ik dus nou ook, hè. Ja. Hi, schatjes allemaal. Lekker meekijken. En ja, zij kon niet op YouTube komen, ze kon nergens op komen. Ze doet alleen maar een spelletje. Maar ja, ze heeft ook amper zicht. Maar dat doet er allemaal niet toe, buiten dat zicht om. Karin die is even een helder, op afstand, via de normale weg, TeamViewer. En wie kent dat niet? Kennen alle mensen zowat, hè, die in de computerleven zitten, die weten wel wat TeamViewer is. Ik kreeg het allemaal niet voor elkaar, ik was wel bezig en ik kon ook YouTube kon ik niet vinden, ik kon dat allemaal niet vinden. Ik denk, nou ja, hallo. Nou ja, Karin naar de telefoon en nou zit die erin, uit Den Haag vandaan. Ja,
En terwijl ze zo ziek is en terwijl ze zoveel pijn heeft, jullie weten het. Maar nou is zij aan het zoeken en doen, want ook, ze heeft geen Gmail, ze had geen e-mailaccount, niks. Nou ja, oké, dat hebben we wel al weten te maken, maar hoe we er nou weer bij moeten komen, dat weten we nog weer niet. Ja, het is ook een vreemde laptop, het is een oude laptop, dus ja, zoek het maar uit. Ik heb een nieuwe pc, dus ja, dat werkt allemaal veel beter en veel sneller. Maar in ieder geval, we komen er wel uit, of niet dan? Ja, we komen er sowieso uit. Hey. Het is gewoon, als mensen mij helpen, want ik ben natuurlijk bijna blind en ik heb een issue. Dus het is gewoon top als mensen mij een beetje kunnen helpen. En daar zijn we voor. We zijn op de wereld gezet om elkaar te helpen. Oh, nou ik heb mensen naast me die denken er heel anders over. Daarom. Oké, nou lieve vrienden, we gaan gewoon hierdoor en we spreken elkaar later weer. En ik hoop geniet van je dag verder. Geniet van de dingen die je doet, maar geniet zeker ook met ons mee. Doei! Lieve vrienden, ik ben uiteraard alweer geruime tijd thuis. Ik was ook wel een beetje laat thuis, maar ik ben ook wel weer al geruime tijd thuis. Ja. Het is nou inmiddels 19:58, dus bijna 8 uur. Ik heb de hondjes al uitgelaten. Ik ben in opdracht van Roderick bezig om wat te maken. Op de computer met van plaatje, speciaal plaatje. En ik moet nog eten, maar ik heb mijn maaltijdsalade nog. Dus ja, dat is zomaar lekker. Maar ik zie wat moois. Ja, de lucht. Oh, wauw. Echt, die is mooi. Ik draai jullie er even lekker voor om. Kijk hoe mooi. Is ze mooi? Ik weet niet of het ook aan de andere kant is. Dat gaan we beleven. Nee, daar is het niet. Ik laat het jullie wel zien. Ik kan wel zeggen, daar is het niet, maar dan willen jullie het niet geloven. Ja, ik zie een klein oranje streep, ja. De vuilnisbak weg. Zo, dat is alles. Ja, ja, dan moet ik zo omhoog. Oh, kijk dan, daar nog. Oh, wauw. Is het mooi? Ja. We gaan even naar buiten toe. Waarom ook niet? Even naar buiten, waar de vogeltjes fluiten. Even mijn stok pakken. Die hangt hier te hangen. Oh, moeten jullie ook even naar buiten? Nou, vooruit dan maar. Ja, uit de weg. Uit de weg. Ja. Is mooi. Is toch super? Niet zo hijgen. Oh ja? Met je brekken. Kom dan. Rijka. Boefjes. Stel je boefjes. Stelletje boefjes. Kom. Kom dan. Elwin, kom dan. Kom je niet? Je denkt ook, ik ga me eigenlijk niet zo aanstellen. En nog gelijk heb je hoor. Ja. Gelijk heb je.
Heb je jeuk, meisje? Rijka. 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 Geen zin? Rijka. Oh ja? We gaan weer naar binnen. Kom maar. Kom. Goed zo, grote meid. Hé, grote meid. Oh ja, ik zal dat lichtje daar nog aan doen. Dat stekkertje gaat in de stopcontact. En dan brandt dat kleine snoertje. Maar het is altijd wel weer een beetje extra licht in de duisternis. Die zijn dus gek. Maar oké, maakt niet uit. Ik draai jullie weer even om. En daar waren we weer. Ja. Dus ja, lieve vrienden. Ik ga zo mijn maaltje klaar zetten op tafel. En ik ga lekker eten. En daarna ga ik daar weer mee verder. Ik moet ook nog een vlog in elkaar zetten. Ik heb nog een hoop te doen eigenlijk. En televisie lekker kijken. Dus het komt allemaal wel goed, zou ik ze zeggen. We genieten gewoon verder. Ik zou zeggen, jullie ook allemaal een hele fijne, liefdevolle avond. Geniet ervan. Voor later op de avond uiteraard welterusten, slaap lekker. En morgen, let op, weer gezond uit je bed zien te komen, hè. Oh, oh, oh. Ja, niet ziek worden. Dat wil ik niet hebben. Gewoon gezond blijven. En ja, het gaat allemaal goed. Ja, toch? Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht.